Nederland zakt. Als je het met je vingers uitdrukt, is het 3 mm per jaar is erg weinig. Maar wanneer je naar 100 jaar gaat, en we hebben het over 30 centimeter, dan zal iedereen aanvoelen dat je daar problemen mee gaat krijgen. De Nederlandse bodem zakt weg. Hele delen van ons land zijn aan de wandel. In de afsluitdijk ontstaan scheuren, tuinen verzakken en winkelcentra dreigen in te storten. Labyrinth over Nederland van onderen. Een terugdringende kustlijn en eilanden die met de zeestroming mee van de ene provincie naar de andere verhuizen. Hele stukken land verplaatsen zich, langzaam maar gestaag. Om toch onze veiligheid te garanderen, gooien we enorme hoeveelheden zand voor de kust. Daarover straks meer. Nu eerst dit. Nederland van boven keek gisteren vanuit de lucht naar onze bodem en concludeerde dat we er een enorme chaos van hebben gemaakt. Labyrinth bekijkt de zaak van de onderkant. En wat blijkt? We wonen onze grond uit. We stoppen er van alles in en halen er enorme hoeveelheden bodemschatten uit. De gevolgen zijn groot. De grond zakt onder onze voeten weg. Of stijgt juist. Soms met dramatische gevolgen. De meeste mensen realiseren zich niet hoe belangrijk de ondergrond is, omdat het ding plat is. De lagen liggen plat, wij lopen er bovenop. Maar daaronder zit dus een heel verhaal wat ook nog belangrijk is. Hier zou het de vrijdag voor Sinterklaas bomvol moeten zijn met kooplustigen en hun auto's. Maar het blijft vandaag angstvallig leeg. Groningen zakt maximaal zo'n 7 mm per jaar. Dus dat betekent 7 centimeter op 10 jaar. Dus op een mensenleven nemen van 100 jaar, dan is dat 70 centimeter. Veel van de fenomenen waar we naar kijken, die noemen ze in het Engels low probability, high impact. Dus de kans dat er dingen misgaan, denk bijvoorbeeld aan een dijkdoorbraak, die is in Nederland vrij klein, we zijn daar goed op voorbereid. Maar als het gebeurt, is de impact heel erg groot. We vechten al jaren tegen een stijgende zee, terwijl het land gemiddeld 3 mm per jaar onder onze voeten wegzakt. Verzakkingen van de bodem, scheuren in dijken en gebouwen. Door satellieten is het waargenomen. En deze kennis kan ons in de toekomst wellicht behoeden voor rampen. Ramon Hansen van de TU Delft is geodeet. Hij heeft 15 jaar gewerkt aan het in kaart brengen van de Nederlandse bodembeweging. Hij ontdekte dat grote delen van Nederland zakken, terwijl andere delen van de bodem juist stijgen. Nederland is het eerste land ter wereld dat in zijn geheel en tot op de millimeter nauwkeurig in kaart is gebracht. Wat we hier zien zijn de bewegingen van Nederland van de afgelopen 18 jaar, 1992 tot 2010. Daar zijn een aantal dingen die heel erg naar voren springen. Eén is bijvoorbeeld de bodemdaling in Groningen hier. Het grote Slochterenveld zien we heel erg duidelijk zakken. Als we dan wat meer verder naar het westen van Nederland gaan, zien we hier zakking door gaswinning, ook bij Alkmaar. En eigenlijk heel bijzonder is de gebieden waar het omhoog komt, zoals bijvoorbeeld hier in Zuid-Limburg. Voornamelijk het gebied hier waar echt de mijnbouw plaatsvond. Als je in Nederland bouwt, kunnen kleine verzakkingen grote gevolgen hebben. Met radar is dat goed waar te nemen. Bijvoorbeeld hier, op de afsluitdijk. Nou, we zouden dan kunnen kijken naar dit sluizencomplex hier bij Konwerderzand. Er zijn er een paar die springen in het oog, bijvoorbeeld de twee blauwe puntjes hier. En daar bleek een grote scheur in de brug ontstaan te zijn. Waarbij eigenlijk de ene kant van de brug afzakt ten opzichte van de andere. Ik kijk naar het aardoppervlak als een soort waterbed wat omhoog en omlaag gaat, waar op sommige plekken kuiltjes ontstaan. Op sommige plekken gaat er iets omhoog. En door dat goed in kaart te brengen, kunnen geologen of geofysici bestuderen wat er nou eigenlijk onder de grond gebeurt. Geoloog Michiel van der Meulen van TNO boort diep in de grond om monsters te nemen van onze ondergrond. De boorkernen vertellen precies waaruit de grondlagen zijn opgebouwd. Door de informatie van Hansen naast die van der Meulen te leggen, zijn ze erachter gekomen hoe de bodem onder onze voeten beweegt. Als je geologie doet, dan moet je je landschappen door de tijd heen kunnen voorstellen. Elke laag in de ondergrond die vertegenwoordigt een landschap van vroeger.
En naarmate de tijd vordert, bepalen bewegingen van de aardkorst processen zoals hoe stromen rivieren, waar ligt de zee, hoe hoog staat het zeeniveau. En dat er steeds zoveel factoren meespelen, moet je goed 4D kunnen denken, dus in ruimte en in tijd. De aarde verandert al miljarden jaren. De afgelopen eeuw heeft de mens aan de bewegingen van de bodem bijgedragen door grondstoffen te winnen voor onze leefomgeving. Hansen kan iedere beweging zien, ook de bewegingen die diep in de aardkorst ontstaan. Een van de meest significante dalingskommetjes zit bij Harlingen, vlakbij de kust bij de Waddenzee, waardoor de zoutwinning ook een sterke daling optreedt. Het zout onder Harlingen is miljoenen jaren oud, uit de tijd dat Europa nog voornamelijk uit binnenzeeën bestond. Dit is een boorkern en wat je hier ziet is het zout wat ze in Harlingen winnen. Het is echt zout, je kan het proeven. En zo ziet zout er dus in de ondergrond uit. Het is een beetje gelaagd, maar dit is glazig. Het is soms een beetje meer roze, soms een beetje meer grijs. Om het zout te winnen moeten ze dus helemaal naar die laag toe boren. Deze laag, dat is de ondiepste, die bestaat vooral uit grind, zand, klei, dat soort materiaal. Tot een ouderdom van ongeveer 65 miljoen jaar, de scheiding tussen geel en groen. Dit zijn vaste gesteenten. Als je zout wil winnen, dan moet je er naartoe boren. Meer dan 2 kilometer diep, dus meer dan 20 domtorens op elkaar. Het zout los je op, dan wordt het een pekel en die pomp je naar boven. Wat je dan krijgt, is dat de gesteenten en de grondlagen daarboven zich toch wat gaan zetten. En dan krijg je een daling aan het maaiveld van enkele centimeters per jaar. In het geval van zoutwinning heb je een lokale en hele diepe reden voor bodemdaling. Maar het kan ook anders. Bijvoorbeeld de oxidatie van veen en het inklinken van klei, dat is veel oppervlakkiger en dat heb je ook op een grotere schaal. Wat we hier zien is eigenlijk hoe een radarsatelliet het aardoppervlak waarneemt. We zien hier de stad Delft en alle gekleurde puntjes zijn nou locaties waar we eigenlijk de beweging van het aardoppervlak kunnen volgen over meerdere jaren. Dus een puntje betekent een snelheid. Nou, als je nou gaat inzoomen dan zie je bepaalde kleine plekken waar rode puntjes zitten, bijvoorbeeld hier en hier. Nou, wat je ook vaak ziet is dat bij nieuwbouwwijken die net gebouwd zijn, waar veel zand aangebracht is in het westen van Nederland, dat inklinkt. Dat zie je bijvoorbeeld heel mooi hier. Er is een hele wijk gebouwd en als je het vergelijkt met de oude binnenstad hier, die redelijk stabiel is, is dit stuk langzaam aan het zakken. Al de grondlagen hebben invloed op de beweging van het oppervlak. De toplaag bestaat in het westen van ons land voor een groot deel uit veen. Veen is de laag die het meest bewegelijk en kwetsbaar is. Inklinking van deze relatief dunne grondlaag heeft grote gevolgen voor de bouw. Dit is wat er uiteindelijk gebeurd is na 12 jaar. Een beetje 50 centimeter denk ik in totaal. En we hebben het tussentijds hebben we het wel weer opgehoogd. Dus er is nieuw zand opgegaan. En uiteindelijk stort het toch weer heel langzaam naar beneden toe. Dit is nou veen. Veen dat zijn gewoon plantenresten. Die dwarrelen neer. Normaal gesproken vergaat dat. Maar als dat bijvoorbeeld onder water terechtkomt, dan gebeurt dat niet. En dan stapelt het zich op tot zo'n kolom. Je ziet de vezels zitten. Je ziet het is nat en vochtig. En als je het in Nederland over slappe grond hebt, nou, dit is het. En met de satellieten meten we afstanden vanaf de satelliet tot het aardoppervlak. Dus we meten eigenlijk alleen maar geometrie. En daarmee hebben we de verandering van de hoogte wel goed te pakken, maar nog niet de absolute hoogte. Dus hoe hoog is Nederland nou ten opzichte van het zeeoppervlak? Daarvoor hebben we een pijl afgesproken, een niveauvlak, en dat is het normaal Amsterdams pijl, het NAP. Maar ja, Amsterdam zakt zelf ook, dus zo stabiel is dat punt niet meer. Nou, de hele bovenkant van Nederland, eigenlijk de bovenste laag, is nogal slap, dus daar kun je eigenlijk geen stabiel punt in aanbrengen. Dus wat we doen, is we gebruiken stabiele zandlagen en we maken lange palen die we daarin verankeren. En daar hebben we een stuk of 200 van in Nederland. Ten opzichte van die palen kunnen we dan de hoogte van allerlei andere objecten, van straten, van huizen, vaststellen. De hele veronderstelling is dat die stabiele zandlagen ook echt stabiel zijn. En over langere tijdschalen geldt dat niet meer. Dan hebben we bijvoorbeeld tektoniek, het bewegen van de aardplaten, wat ervoor zal zorgen dat die hoogtes langzaam veranderen. Uit de pijloze diepte rond Uden komt langs de breuklijnen van de aardkorst ijzerrijk bruin water uit de grond stromen. Dit is een kaartje van Nederland waarop je de breuken in de ondergrond ziet staan.
En deze zwarte lijnen, dat zijn twee belangrijke breuken. Dit is de Peelrandbreuk, hier ergens ligt Uden. Op dit geologische profiel kan je de Peelrandbreuk goed zien. Dit is het blok wat daalt ten opzichte van dit blok langs de breuk. Nou, je ziet dat iets wat je aan het oppervlak hebt als een hele kleine terreinsprong, is naar de diepte toe behoorlijk spectaculair. Want de geologie hier is tot grote diepte, tot kilometers diep, heel anders dan aan de andere kant van de breuk. En dat duidt er eigenlijk op dat die breuk al heel lang actief is geweest. Op de breuklijn vormt zich een ondoordringbare laag, waardoor grondwater omhoog gestuwd wordt en overloopt naar het lagere gedeelte. Hierdoor is het hoge gedeelte nat en het waterdoorlatende lage gedeelte droog. Het breuksysteem wat in Brabant tot die wijsgronden leidt, die lopen in zuidoostelijke richting door en in Limburg heb je ze dus ook. En hebben daar weer een heel ander oppervlakte-effect. Door de verzakking van het winkelcentrum in Heerlen zou je verwachten dat Limburg onderhevig is aan bodemdaling. Maar Hansen ziet op zijn bewegingskaart dat de grond boven de Limburgse mijnen juist stijgt. Nou, hier in Zuid-Limburg komt de boel omhoog. Dat is voornamelijk op het gebied waar vroeger de mijnen waren. De mijnwerkers zelf die wisten ook al dat daar breuken waren. En daar moest je ver vanaf blijven. Ze zeiden tegen elkaar, daar spookt het. Dus daar moest je niet te dicht in de buurt komen. Om diep in de grond te kunnen werken, moest in een groot deel van Limburg het grondwater worden weggepompt, zodat de mijnen droog bleven. Nu de mijnen zijn verlaten, stroomt het water weer terug. Toen men in Nederland gestopt is met de mijnbouw in de jaren 70, kon het water, wat daar natuurlijk zat, weer langzaam terugstromen. En dat begon op het laagste punt, dus hier aan de oostkant. Dat betekent met de breukstructuren die hier ook loodrecht opstaan, dat het mijnwater langzaam stijgt. En op een gegeven moment komt het op een niveau dat het rode gebied hier gelijk wordt aan het groene gebied. En dan stroomt het water over in het volgende bassin eigenlijk. Dus overstroomt het verder naar het lichtblauwe gebied bijvoorbeeld. Gaat het nog verder naar het westen stijgen. En als gevolg daarvan zie je in de stijging van het oppervlak van Zuid-Limburg dat zich dat van oost naar west verplaatst. En dat is precies wat we ook nu met de satelliet waarnemen. Hansen heeft de beschikking over de radargegevens van de afgelopen 18 jaar. En daarmee kan hij grondbewegingen van het verleden vertalen naar de toekomst. De techniek is splinternieuw. Iedere plek in Nederland kunnen we nu nauwlettend in de gaten houden. Hadden we de verzakking onder het winkelcentrum Het Loon kunnen zien aankomen? De rode vlek hier geeft eigenlijk aan dat de radar detecteert dat daar langzaam beweging optreedt. In de orde van maximaal een halve centimeter per jaar over de periode 2003-2008. Dus lang voordat het uiteindelijk misging in Het Loon. Als ik het gebouw er even opzet, zie je dat het ook heel lokaal is. Dus de waarde hiervan is dat je op deze manier, wanneer je dit soort data automatisch opneemt, voor meerdere gebouwen in Nederland, misschien zelfs voor alle gebouwen uiteindelijk, kunt gaan vaststellen of ze deformeren en of er spanningen optreden die uiteindelijk kunnen leiden tot grote schade. Ja, meer onderzoek naar de beweging van de bodem is van groot belang, want het devies bezint eer ge begint geldt zeker voor onze bodem. Verdiep je in de ondergrond alvorens ergens te gaan bouwen. Trouwens, wat dat bouwen betreft, wij zijn steeds dichter bij de zee gaan wonen. En ook dat is niet zonder risico. Onze kusten verliezen namelijk in rap tempo terrein. Het zand wordt meegenomen door wind en zeestromingen. En elk jaar moeten we het zandtekort voor de kust weer kunstmatig aanvullen. Door slim met de natuur samen te werken, hoeft dat misschien niet meer. Piloot Piet Standaard en fotograaf Pieter de Vries wonen beide op Texel. Al vliegend hebben ze foto's van het Waddengebied gemaakt. Bewegend zand. Zand dat door de zeestroming wordt verplaatst, wordt door hen dagelijks waargenomen. Dit najaar kwamen ze erachter dat Vlieland groeit, richting Texel. Hey Piet, hier is het dus. Hier is het, ja. Dit stuk wat je nu ziet hier zo, dat hoort tot de gemeente Texel. Je ziet dat dat aardig aangegroeid is. De Waddeneilanden zijn aan de wandel. Grote hoeveelheden nieuw zand spoelen dagelijks aan door de zeestromingen langs de Nederlandse kust. Moet je kijken hoeveel er al bijgegroeid is. Het komt steeds dichter naar ons eiland toe. Dus ook ons eigendom eigenlijk. Wij hebben het betaald.
TV Noord-Holland heeft opnames gemaakt toen de heren een stukje land kwamen claimen. Zo, dus. Het is ons grondgebied. Eerlijk gekregen. Van ons eigen zand wat daar vandaan komt. Nederland heeft een groot deel van het land veroverd op de zee door er dijken omheen te zetten, zodat de zee het zand niet meer kon wegspoelen. Vroeger was het dus allemaal zee. Waddenzee. Herman Ridderinkhoff is zeeonderzoeker bij het NIOS. Hij woont ook op het eiland Texel in het oude plaatsje Den Hoorn, dat vroeger aan de zee lag. Dit was een stuk wat met daarin kreken. En door die kreken heen kwamen dan de schepen om goederen te brengen naar het eiland toe. Den Hoorn heeft zijn bestaan te danken aan een zeer oude keileembult. En Den Hoorn is een plek die er al van nature boven zeeniveau ligt, omdat die op een keileembult ligt die achtergebleven is vanuit de ijstijd. Het zand rond Nederland is constant in beweging, op zoek naar plekken waar het zich aan vast kan houden. Een groot deel van Nederland zou nu onder zeeniveau hebben gelegen als het keileem onder Den Hoorn er niet was achtergelaten na de ijstijd. In de laatste ijstijd was het waterspiegel iets van 100 meter lager of zo. Dan kon je naar Engeland lopen. Na de laatste ijstijd is met de opwarming van de aarde ook de zeespiegel gestegen. De achtergelaten keileembulten waren de enige plekken die boven het water uitstaken. Ja, als je nou naar Nederland kijkt, de kust van Nederland, hoe die er in de Romeinse tijd zo'n beetje uitzag, dan had je hier, als je begint ergens in Frankrijk-België, heb je een vast punt, Cap Nes. Een vast punt, maar bedoel ik boven de zeespiegel uitstekend. En hier, op Texel, twee grote keileembulten. En toen is er tussen die twee uitstulpingen is er een strandwallenkust ontstaan. En er lagen dus hier een soort waddeneilanden. En uiteindelijk is dit één vaste kust geworden. Vanaf dit punt weer naar het oosten toe zette die strandwallenkust zich voort met de waddeneilanden. Maar dit punt is dus heel cruciaal voor de kustvorm van Nederland. Nou, als die uitstulpingen er niet geweest waren, dan had die kust van Nederland nooit zo gelopen, maar had die in één keer in een boogvorm van hier naar daar gelopen. Dus langs Drenthe, zou je kunnen zeggen. Dus dit hele stuk, dat bij Nederland hoort, hè, dat komt vanwege die keileembulten, die zuidpunt van Texel. Dus Amsterdam heeft zijn bestaan aan Texel te danken. Nu Nederland eenmaal gevormd is en vastgelegd met dijken en duinen, willen we het graag houden zoals het is. Nederland is de laatste 100 jaar aardig volgebouwd. En dus moet het achterland beschermd worden tegen de zware druk van golven, wind en zeestromingen die de kustlijn continu verandert. Stormen zorgen voor veel duinafslag, terwijl die duinen ons juist moeten beschermen tegen het water. Je ziet eigenlijk dat het water op de duinen staat weer. En dit is een jaar wat terug ook gebeurd. Daar hebben we een zandverpleging en een voortoeversverpleging toegepast. Al het zand is weer weg, dat is weer verdwenen richting Waddenzee. Het weggeslagen zand wordt aangevuld met nieuw zand. Deze zogenaamde zandsuppleties zorgen ervoor dat strand en duinen intact blijven. Pieter Koen Tonnon van Deltares is kustingenieur. Hij bestudeert de vorming van strand en duinen die ons in een groot deel van Nederland beschermen tegen de zee. We staan hier langs de Delftlandse kust tussen Hoek van Holland en Den Haag. Hierachter zie je het bestaande duingebied en je ziet eigenlijk al dat het een vrij smal duingebied is. Van oorsprong is de kust erosief, dat betekent dat de kust achteruit gaat. Dat heeft ermee te maken dat sinds het einde van de laatste ijstijd eigenlijk de zeespiegel stijgt. Sinds 1990 heeft de overheid beleid om de kustlijn vast te houden en dat doen ze door middel van zandsuppleties. Er wordt zand aangebracht op het strand en onder water. Nou, uiteindelijk komt dat terecht in de duinen en versterkt het onze kust. Tonnon is met een project gestart dat ervoor zorgt dat zandsuppleties in de toekomst niet meer nodig zijn. Zandmotor is een hele grote suppletie. Het is een alternatief voor vele kleine suppleties. Eind vorig jaar is de zandmotor opgeleverd. De zandmotor is een gigantische hoeveelheid zand, een schiereiland voor de kust. De zandmotor zorgt voor een continue aanvoer van zand, waardoor kleine zandsuppleties niet meer nodig zijn. Wat we traditioneel deden, is dat we hier
regelmatig om de 3-4 jaar suppleerden. En dan gooiden we al dat zand op de voorroever neer en werd het bodemleven bedekt met zand en eigenlijk verwoest. Wat we nu doen is in één keer heel veel zand toevoegen en dan blijven we er een hele tijd weg. We staan hier nu op het midden van de zandmotor, op het hoogste punt, ongeveer 5 meter boven NAP. En de zandmotor die steekt ongeveer een kilometer de zee in, vanaf de oorspronkelijke kustlijn. Er is 21,5 miljoen kubieke meter zand neergelegd. Er is een duinmeer aangelegd en een lagune. En al die variatie in het landschap zorgt er ook voor dat de natuur zich ontwikkelt. En dan bijvoorbeeld mensen maken nu gebruik van de zandmotor. Komen hier om te kitesurfen, te surfen, te wandelen. De zandmotor is aangelegd in de vorm van een haak. En onder invloed van golven en stromen gaat die veranderen van vorm. De kop van de zandmotor zal naar het strand toe worden gedrukt. En hier zal het afschuren. Dus in de loop van de tijd, in een periode van 10 tot 15 jaar, zal veel van het zand langs de kust verspreiden en naar het strand toe komen. En daarmee onze kust versterken. En in eerste instantie zal dat dan leiden tot bredere stranden en uiteindelijk zal het zand ook weer de duinen versterken. De zandmotor is een uniek project. Voor het eerst in de geschiedenis bouwt de mens samen met de natuur en gebruiken we de zeestromingen om te bouwen aan een veilige kust. In het Waddengebied blijkt de natuur dit op eigen houtje altijd al te doen. Ja, eigenlijk is het hele Waddengebied, onze hele Waddenkust, ligt eigenlijk boordevol met allemaal natuurlijke zandmotoren. He, voor de kust van Texel ligt een natuurlijke zandmotor in de vorm van een hele grote zandplaat. Dit is de razende bol. Dat is een bijnaam die wij als eilanders aan gegeven hebben, maar het heet officieel Noorderhaaks. Je ziet ook heel duidelijk twee golfbewegingen tegen elkaar in. Aan de noordkant komen ze van het noord af en hier van het zuiden komen de golven van de andere kant af. Dat is wel heel bijzonder. En die zandplaat, daarvan is de verwachting dat die binnen niet al te lange tijd, hoe lang weten we echt niet, maar ook weer tegen Texel aan zal gaan plakken. Zoals dat in het verleden ook gebeurd is. En dat kun je ook heel mooi nog zien hier op deze kaart. Dit is een topografische kaart. En die lijnen, die geven eigenlijk de kustlijnen aan, ruwweg met om de 100 jaar. Ja, rond 1300 was de kust hier langs Den Hoorn. Toen lag Den Hoorn aan zee. En dan kwam er elke 100 jaar kwam er weer zo'n zandplaat. Die migreerde dan naar de kust toe. En die verheelde vervolgens met Texel. En zo werd Texel in stapjes van 100 jaar elke keer weer een stukje groter. Waarom de razende bol iedere 100 jaar voor de kust verschijnt, weten we niet. Wetenschappers weten ook niet over hoeveel jaar die op Texel een nieuwe duinerij maakt. Om kennis te vergaren over de mysterieuze zandverplaatsingen worden bij de zandmotor alle veranderingen vanaf het begin gemeten. Het is een proef, een experiment en we moeten dus ook goed bijhouden wat er allemaal gebeurt. We kijken bijvoorbeeld naar de effecten van de zandmotor op het achtergelegen duingebied. We kijken ook naar de stromingen, hoe veranderen de stromingen en wat zijn de effecten van de zandmotor. En dat levert ons kennis op om in de toekomst dit soort suppleties beter te kunnen ontwerpen. Men hoopt dat het proefproject de informatie oplevert die nodig is om de ingewikkelde zandverplaatsingen langs de kust beter te begrijpen. Zodat we niet bang hoeven zijn als er een stuk duin wegslaat van de kust. In plaats van een strakke kustlijn kunnen we dan misschien een dynamische kustlijn omarmen. Hier zie je dat heel mooi, dat die duinerij gigantisch breed is natuurlijk. Omdat het zo'n opeenvolging van kustlijnen geweest is. Laat dus ook ruimte voor dynamiek. Op dit moment loopt de kust weer achteruit. De laatste 80 jaar. De bunkers van de Duitsers die in de duinen stonden met de Tweede Wereldoorlog, die liggen iets van een paar honderd meter de zee in. Om te laten zien dat die kust dus eigenlijk van nature nu aan het achteruitloop is. Die loopt achteruit totdat die volgende razende bol, die zandplaat die voor de kust ligt, weer tegen Texel aanplakt. Nou, dan hebben we ineens weer een heel stuk kust bij. Thank you.
Ja, de stormen van de laatste tijd hebben de kust flink toegetakeld. De vormverandering van de zandmotor verloopt daardoor sneller dan verwacht. De wetenschappers zijn al druk bezig om de nieuwe gegevens te analyseren. Wilt u weten waaraan we bodemverzakkingen in het landschap kunnen herkennen? Of vindt u dat we veel meer moeten weten over de plekken waar we bouwen? Stel dan uw vragen aan Ramon Hansen, Michiel van der Meulen en Jan Mulder. Zij zitten nu klaar in onze internetstudio. Ga daarvoor naar wetenschap24.nl. Wilt u meer wetenschap? Luister dan ook naar Labyrinth Radio. Iedere zondagavond van 8 tot 9 op Radio 1. Dit was Labyrinth. Tot volgende week. Nieuw onderzoek toont aan dat het koppen van de bal tot hersenschade leidt. It seems rather confusing to me that people would allow their child to play football, but then they would think it insane to tell the same kid to hit their head against the wall. Volgende week in Labyrinth, de gevaren van voetbal.